geachte gasten, vrienden en fotoliefhebbers. Als nieuwe voorzitter van FOMO wil ik iedereen heel graag van harte welkom heten op onze expositie. FOMO bestond het afgelopen jaar 40 jaar. FOMO is het afgelopen jaar als vijfde geëindigd bij de Landelijke Fotobondwedstrijd. En er zijn ook veel individuele leden die goed gescoord hebben bij Benevisie, Foto Individueel en Foto Nationaal. Voor degenen die mij niet kennen, misschien even kort mij voorstellen. Mijn naam is Gerald van Dijk. Ik ben lid van Creative Vision. Ik ben jurylid bij de Fotobond Brabant West. En ik ben ook enthousiast smartphonefotograaf. Maar wat is natuurlijk eigenlijk, wat is smartphonefotografie? Hè? Er wordt wel eens gezegd, dat is maken van een kiekje met je mobieltje. Ja? Wat ik zeg met de smartphone, er zijn ontzettend veel apps waarmee je je foto's op allerlei manieren kunt bewerken. En ik denk zelfs veel meer als van op je computer, wat vaak Photoshop is. Een voorbeeld daarvan is Snapseed. En een aantal van jullie zullen het ongetwijfeld al gebruiken. Een gratis app waar je ontzettend veel leuke dingen mee kunt doen. Nieuwe zaken in fotografie die opkomen. Eén daarvan is natuurlijk wat heel actueel is en veel in het nieuws is. AI-fotografie. Ja, artificial intelligence. Dat was kort in mij wat ik even wil zeggen. Mariel zei het al. FOMO heeft vijfde plaats weten te halen bij de Bond Fotowedstrijd. Eigenlijk, ik noem het wel eens de jaarlijkse landelijke wedstrijd voor de beste fotoclub van Nederland. Dus het geeft wel iets aan van wat voor kwaliteit van foto's hier ook vanavond te zien is. Dus ik zou zeggen, allemaal veel plezier bij het kijken naar alle foto's en bedankt voor jullie aandacht. Wij waren met de fotoclub waren wij een wandeling aan het maken in het Leudal. En dat is een heel mooi riviertje. En op een gegeven moment zag ik die stok daar hangen aan een boom. En dat licht erachter was heel gelig. En dat komt omdat er achter een hoge berg van geel zand staat, ligt. En ik vond dat zo'n mooi licht, dus ik heb toen besloten om daar een foto van te maken. Ja, ik kan zeker wat vertellen over deze foto. Het is een jonge dame die ik, ik heb heel lang paardrijles gegeven, dus ik ken heel veel dames daarvan. En toen heb ik deze dame gevraagd om een keer voor mijn model te zijn. Omdat het natuurlijk een hele mooie dame is. En we hebben een afspraak gemaakt. Ik ben bij hun thuis ben ik naartoe gegaan. Nou, zij heeft zich uiteraard helemaal opgetut op een manier zoals ik haar voor had gesteld. Ik had ook wat voorbeeldjes meegenomen van nou, zo wil ik het graag hebben. En die tuin was eigenlijk super mooi. Dus vandaar dat ik even naar het licht heb gekeken van nou, hoe moet ze erop komen te staan? Hoe valt het licht mooi bij die mevrouw? En vandaar die foto gemaakt en natuurlijk wel een heleboel keer moeten knippen voordat het resultaat naar mijn zin was. Nou, thuis heb ik nog een bewerking uitgevoerd door op de deur toch nog de bloem te laten zien. Dus een dubbele laag ingewerkt en een klein beetje contrast opgevoerd en zo. En vervolgens vierkant gemaakt en lekker groot af laten drukken. Ja, helemaal mat.